ook open NPO. NPO Radio 1, BNL, Sven op één. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Binnen acht jaar moeten we er in dit land zo'n 900.000 woningen bij hebben. Dat is de doelstelling van minister De Jonge van Volkshuisvesting. Maar zoals het nu gaat, gaat de minister die ambitie niet waarmaken. Blijkt vandaag uit twee rapporten van het Economisch Instituut voor de Bouw. De 17 grote nieuwe bouwlocaties die de minister wil, die zijn niet op tijd klaar, veel te ingewikkeld. Tijdelijke huizen voor bijvoorbeeld statushouders en studenten verdringen permanente bebouwing. Het ombouwen van kantoren tot woningen loopt zo'n beetje op zijn laatste benen. En een makkelijke oplossing: in elk dorp of in elke stad een paar straten bijbouwen, heeft niet de voorkeur. Maar dat zou de doelen wel degelijk sneller dichterbij brengen, constateert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tako van Hoeken is directeur van dat instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zit de minister helemaal op het verkeerde pad? Uh, nou ja, op een bepaald terrein wel, denk ik. Als je kijkt naar de, met name naar de ruimtelijke ordening, dan is toch echt dat inzetten op die grootschalige woningbouwlocaties met uh, heel veel infrastructuur die eraan vooraf moet gaan, met echt sanering van hele gebieden. Ja, uh, ja dat uh, wij constateren dat dat eigenlijk nauwelijks enige woningbouw voor 2030 zal gaan opleveren. Maar dat is wel het eind van Columbus van de minister. Ja, dat is, het stond al in het coalitieakkoord. Uh, en uh, ja, dat is dus ook. Dus als hij daaraan vasthoudt, wordt het geen succes. Ja, dat is echt wel het grootste manco in het, uh, in het totale verhaal, denk ik. En dan haalt hij dus zijn doelstellingen niet. Nee, en dat komt ook omdat er een aantal andere problemen zitten. U noemde het al even rond tijdelijke woningen, rond transformatie. Ja. Op alle fronten valt het wat tegen. Juist, met andere woorden, hij zit niet op het goede pad. Uh, zo gaan we niet die uitbreiding realiseren die beoogd wordt. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, 17 grote bouwlocaties uh, in nieuwe gebieden aan te wijzen in overleg en onder druk overigens ook uh, tussen de minister, de provincies en de gemeente. Uh, wat is daar nou precies het grote probleem? Uh, nou ja, het zijn complexe. Locaties. Uh, er moet heel veel infrastructuur, hè, grootschalige openbaar vervoerinfrastructuur, uh, dat moet financieel geregeld zijn natuurlijk om het te kunnen doen, maar dat moet ook allemaal gerealiseerd worden. Hm? Voordat je vaak in gebieden aan de slag kan, in dit soort gebieden, uh, het gaat soms om bijvoorbeeld om uh, industrieterreinen die echt uh, aangepast moeten worden. Nou, dan denk je meteen aan grondsanering? Ja, je denkt aan grondsanering, maar ook aan het verplaatsen van bedrijvigheid. Het omleggen soms van stukjes infrastructuur die er al wel zijn. En ja, dit zijn grote complexe herstructureringsprojecten eigenlijk. En ja, de ervaringsfeiten daar zijn, dat dat duurt echt heel lang voordat dat tot stand kan komen. En wat is heel lang? dan nou, moet je toch eerder aan een jaar of tien denken... voordat zoiets tot stand komt. Juist, dus dat, uh, dan zijn we voor voorbij 2030. Ja, en uh, dat is ook... we hebben ook met verschillende projectleiders en gemeenten en zo gesproken. En yes. ja, uh, het is allemaal veel moeilijker dan het op papier lijkt. Ja, jullie uh, hebben ook veldwerk gedaan en met betrokkenen gesproken... die dan betrokken zijn bij dit project type projecten. Ja, bij deze projecten. Ja. Ja. Uh, dus met andere woorden, ik las in het rapport dat als je hiervoor kiest, dat de kans groot is dat je ergens tussen 2030 en 2040 pas uh, uh, huizen kunt opleveren. Ja, daar zal het levendeel van de productie. Er zijn kleine stukjes in deelprojecten waar al veel eerder voor besloten is, dat het nog wel wat zal opleveren. Maar het levendeel komt na 2030. Maar dit is, uh, dit is wel de kern van het programma van het kabinet. Het is een heel belangrijk uh, onderdeel ervan en uh, uh, nou ja, vandaar de discussie, misschien dat we daar straks op komen, dat je zegt, ja, je moet toch ook echt denken aan kleinschalige locaties. Nou, en... nou, laten we dat meteen maar doen, want u constateert in het rapport, als je in elk dorp of in elke stad er één of twee straten bijbouwt bouwt met, uh, met wat huizen erbij, uh, u hebt gekeken naar de provincie Noord-Holland in het ja. bijzonder, dat je dan eigenlijk op meer huizen uitkomt dan je nodig hebt. Dat is zo. Als je gewoon even ruimtelijk gaat kijken. En hebben we gekeken binnen een straal van 500 meter van de bestaande bebouwing af. Dus dat is echt kleinschalig. Ja. Uh, ja, dan kom je uit... Uh, en we kijken natuurlijk niet in natuurgebieden of in bos- en duingebieden. Dit is echt alleen landbouwgrond waar we het over hebben. Ja, uh, ja dan kom je alleen al voor de provincie Noord-Holland... dat dat fysiek ruimte biedt voor 300.000 woningen. Ja. Als we het ook nog in hele lage dichtheden bouwen... Ja. dus weinig woningen die echt in een landelijke stijl zijn. Dus uit elkaar met wat ja. grond eromheen. Ja, en ook, nog maar, te... tuin, ook ja. nog maar eens de helft van zo'n... Cirkel dat je zegt, het moet ook afwisselend kunnen zijn. woningen met toch nog wat weiland en andere combinaties. Ja. En dan kom je dus al tot 300.000 woningen alleen in de provincie Noord-Holland. Terwijl de totale opgave ongeveer 200.000 is. In 300.000 binnen hoeveel tijd? Nou, dat is binnen uh, jaren te ontwikkelen. Dit zijn kleinschalige. voor locaties. 2030? Ja, dat zijn kleinschalige locaties. Ja. Dus uh, ja, daar ligt een heel belangrijke sleutel. Maar de minister zegt ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Uh, de optelsom levert niet direct voldoende op. Bovendien niet elke gemeente en niet elk gemeentebestuur, en zeker niet elke gemeenteraad ziet dat zitten. Uh, om uh, wat groen in de randen van zo'n gemeente op te geven voor woningbouw. Uh, dus dat levert allemaal enorm gedonder op en te weinig resultaat. Ja, nou twee dingen daarover. Eerst even over de aantallen. Hè, wat ook in, uh, in de nationale uh, woon- en bouwagenda staat. Ja. Is dat, uh, uh, je hebt grootschalige locaties nodig, anders kun je niet genoeg tempo maken. Nou, het tegendeel is waar. Uh, wat de kern natuurlijk is, er zijn ontzettend veel kleine locaties waar je mogelijkheden kunt zien. Hm. En daar kun je dus ook heel selectief in zijn. Ja. Dus die gemeente die u noemt, waarvan men zegt, nou, dat hier willen we toch echt per se niet. Hm. Nou, dan doe je het daar niet. Nee, nou ja, de, de, behalve als iedereen dat zegt. Ja, nee, maar dat is zo. Maar uh, we weten natuurlijk ook uh, in veel gevallen. dat er genoeg gemeenten zijn. die ook graag voor de eigen bevolking wat willen uh, bouwen. die vaak weer door de provincie worden tegengehouden. Dus het gaat erom dat men met elkaar. kijkt wat er nou mooi kan. En daarom hebben we ook voorbeelden opgenomen. Hè, in, uh, in deze studie. Er zijn. Uh, zou ik echt toch mensen willen aanbevelen. om dat eens te bekijken. Ja. Dan zie je dat de beelden die er bestaan. Hè, u noemde ook Even het woord opofferen van groen. Uh, als je die projecten ziet, dan zit je dat is mooier dan wat er voorheen was. En dus het kan een hele mooie ruimtelijke versterking ook opleveren van het gebied waarbij je dingen. Hè, wij noemen het, het heet dan landschappelijk wonen, natuurrijk wonen, natuurinclusief wonen. Ja. Ja. Soms dus ook met versterking van biodiversiteit. Er liggen vele mogelijkheden. En eh, het is verstandig om daar eh, creatief te gaan kijken wat er nou op iedere locatie precies kan. Maar worden dat dan niet per definitie de wat duurdere huizen die daar gebouwd worden? Wat je ziet is dat in dit soort wat groenere gebieden. heb je natuurlijk meer relatief eensgezinswoningen. Ja, dat klopt ook. Met wat grond eromheen. Eigenlijk... Grond is duur ja, in dit land. Ja, maar eigenlijk is dat ook mooi in relatie tot het woningaanbod wat nu wordt voorzien. Want dat is voor een levendeel binnenstedelijk en appartementen. Ja, maar, dus het is een aanvulling op ja. die eigenlijk tot een betere balans leidt. Maar de minister zegt we moeten gewoon zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen. Ja, nou ja, goed. Wat een groot voordeel is van ook hier weer: uh, de kosten van de woningbouw in dichtbebouwd stedelijk gebied zijn erg hoog. En dat heeft te maken met de dingen waar we het eerder over hebben. Uh, er is van alles. Dus je moet bedrijvigheid verplaatsen. Je moet infrastructuur omleggen. Je moet soms bodem saneren. Wat denkt u dat dat allemaal kost? De eerder onderzoek, wat wij ook naar grondexploitaties hebben gedaan, ja. laat zien dat uh, binnenstedelijke locaties vaak duur zijn om te ontwikkelen. Ja, maar als de oplossing zo simpel is, waarom kiest de minister daar dan niet voor? Uh, er is een beeldvorming. Uh, u noemde net het woord opofferen. Dat is er één hele centrale. Men zegt, we moeten open ruimte hebben. En ja. anders is het het opofferen van groene ruimte. Soms wordt ook de suggestie gewekt dat er natuur onder zou leiden. Ja. En, nou, er hoeft geen vierkante meter natuurgebied voor te worden gebruikt, dat, dat de studie natuurlijk ook zien. Mm. Uh, en uh, als je dus naar die open ruimte kijkt, dan zeg je, ja, het gaat om ongeveer 2 ja, tot 3 procent van het landbouwareaal waar je het over hebt. In, en dat is, uh, dit is de provincie Noord-Holland. Met andere woorden. In andere provincies zal dat percentage nog lager liggen. Dus de aardigheid is: je kan ongelooflijk selectief zijn. Dus daar iedere keer waar je een bezwaar ja. tegenkomt. die zegt: ja, hier is het toch lastig vanwege infrastructuur. of hier is het landschappelijk toch wat minder gewenst. Ja. Uh, dan uh, uh, kun je die locaties overslaan. En je kan het dus, zoals wij dat noemen, ja, door een heleboel filters heen halen. Ja. om uiteindelijk kwalitatief mooie woningbouw te realiseren. Nou, bent u directeur van het uh, Economisch Instituut voor de Bouw. Laten we zeggen, een soort planbureau voor, uh, voor, voor de bouw, als ik het zo mag. Uh, uh, de rekenmeesters uh, voor de bouwsector. Ik neem aan dat u wel eens met de minister praat, of niet? Ik heb niet zo lang geleden een kennismakingsgesprek met de minister gehad. En daar hebben we ook een aantal van dit soort zaken gewisseld. En ik heb hem ook gewezen op de studie... die wij naar die kleinschalige groene locaties doen. En daar was hij ook in geïnteresseerd. En we hebben het rapport inmiddels gisteren ook al even naar het ministerie gezonden. Ja, reactie? Nou, dat nog niet. Maar het is ook wel erg kort dag natuurlijk. Maar ik hoop dat het inderdaad in constructieve... We hebben honderd pagina's alles bij elkaar, die twee rapporten. Ja, ja, daarom. Het is toch wel wat. Ja. En, uh, uh, maar ik hoop serieus dat er gewoon gekeken wordt naar de mogelijkheden, want het ja. is zo zonde als we woningnood echt belangrijk vinden. Ja. Uh, is locaties is echt een sleutel. In, in, in nou ja, het, je uh, zou zeggen uh, als je woningen moet bouwen, heb je daar ook handjes en bouwbedrijven voor nodig, aannemers, uh, planologen, uh, ambtenaren die vergunningen afgeven. Uh, we horen aan alle kanten dat op alle fronten daar een gebrek aan menskracht is. Nou, ook daarvoor, want dat uh, signaleren we in het rapport ook. Uh, kijk, als je uh, dit soort kleinschalige projecten doet in Weiland, uh, dat vergt veel minder voorbereidingscapaciteit, ambtelijk gezien, en ook veel minder bouwcapaciteit. Al die punten waar ik het eerder over had. Als je infrastructuur moet verplaatsen, bedrijvigheid moet plaatsen, uh, grond moet saneren en wat iets meer zijn, dat kost ook allemaal arbeidscapaciteit. Maar als de oplossing zo simpel is, waarom kiest de minister dan toch voor die 17 grote bouwlocaties? Uh, ja, dat komt omdat er een beeldvorming is dat die kleine locaties... Nou ja, de minister heeft dus een van de opmerkingen... is dat het niet voldoende aantikt. Dat ja. staat in die nationale... Uh, maar dat is dus onzin? Dat is niet waar, nee. Tegendeel. Tegendeel is het geval die kleinschalige locaties. En dat komt omdat iedere individuele locatie... is natuurlijk niet zoveel woningen. Nee, uh, daar maar, heeft... de, maar de optelsom bij elkaar ja, natuurlijk het wel. Er zijn er ja. zoveel. En dat ja. is precies wat we illustreren in deze ja. studie. Weet de minister dan wel waar hij het over heeft? Nou ja, dit is beleid wat er natuurlijk al heel lang staat. Hè? Dus u moet zich ook realiseren... dit is niet het verzinsel van deze minister, maar we hebben al... Nou, weten nou, geen ambtenaren dan he, wel waar ze he, het over nou hebben? Nou ja, dat, dat is inderdaad een punt. Want uh, u weet, die, 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 die grootschalige locaties die waren al bedacht... toen minister Ollengreen ja. er, er nog zat. Hè, ja. uh, dat was voor die tijd. En uh, ja, die kleinschalige locaties, ja, die zijn niet in beeld. Dus ambtenaren weten niet waar ze het over hebben? Ja, of men heeft het uh, beeld dat het niet wenselijk is. Als we kijken naar de optelsom van plannen. Euh, want dat blijkt ook uit een van de twee rapporten. Euh, dan is die optelsom al niet toereikend. Euh, maar die optelsom bestaat uit harde bouwplannen. En zachte bouwplannen. Harde bouwplannen zijn plannen waar de bestemmingsplannen al voor gewijzigd zijn. Vergunningen afgegeven, contracten getekend en dat soort dingen. Zacht, nou ja, ik zeg het even simpel en kort ja, door de bocht. In het bestemmingsplan zitten. Ja. Ja, of in nou, of ja. directe voorbereiding. Ja. ja, nou in ieder geval concreet. Ja. Zachte plannen zijn voornemens. Plannen. Ideeën. Ja, er zitten verschillende soorten onder. En uh, wat het meest opvalt, is dat uh, het aantal bouwplannen enorm is toegenomen mm. in de afgelopen jaren. He, er is een stijging met een paar honderdduizend woningen extra in dat planaanbod, ja. maar het is allemaal zacht planaanbod. Het harde planaanbod is niet van zijn plaats gekomen, dus er is er geen enkel nog. Geen dat enkele... is wat gedaald. Ja, dus he, dus he, concrete bouwplannen die dus ook, laten we zeggen door de bezwaarprocedures heen zijn, een wijziging van bestemmingsplan, wat allemaal moet voordat je daar überhaupt heipaden de grond in kan jagen als het nodig is, um, dat loopt zelfs terug. De afgelopen ja dat Eén, is in jaar. ieder geval ja dat is wij noemen het gestagneerd als je het even over de jaren heen ziet ja. Uh, en ja dat zien we natuurlijk ook wel terug in de bouwvergunningen want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste je kan allerlei plannen hebben maar wat land er nou uiteindelijk er moet eerst een vergunning zijn wil je kunnen bouwen hm. en ja die vergunningen zijn inderdaad in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van het vorig jaar en we zien dus eigenlijk geen relatie meer tussen de ontwikkeling van die totale bouwplannen met al die zachte plannen erin en de vergunningen en uiteindelijk de bouwproductie die daarachteraan moet komen. Ja, maar dan zegt de minister: ja, jongens, bij uh, tegenwind moet je wat harder trappen. Met andere woorden, aan de slag. Uh, en dan moeten die vergunningen er maar wat sneller komen. Ja, uh, uh, dan zou je toch eerst het in bestemmingsplannen moeten krijgen. Dat zal het eerste zijn. Uh, en uh, ja, er spelen allerlei praktische kwesties natuurlijk. Realiseer u ook, mm. een hard plan is ook geen garantie... dat het tot woningbouw leidt op, uh, uh, binnen de, de planningen. Want wat kan daar dan nog allemaal misgaan? Oh, nou, daar kunnen ook... er zijn ook nog bezwaarprocedures soms mogelijk... tegen uh, bepaalde woningbouwplannen. Er kunnen financiële obstakels zijn dat het niet uit kan. Men moet het met elkaar ook eens worden, corporaties, marktpartijen gemeenten enzovoorts. Dus het feit dat iets van een bestemmingsplan mag... wil nog niet zeggen dat het er ook snel komt. En dan hebben we het over de harde plannen. Dat bedoel ik. Zelfs harde plannen zijn dus niet in beton gegoten... om maar in, nee, dus in deze metafoor te blijven. Wij kijken heel erg, in ieder geval voor de korte termijn... naar de vergunningen. Ja. Dat is echt... De belangrijkste voorloper van. Ja, want zonder uh, vergunning kun je überhaupt geen ja, bouwproject opzetten. En we weten ook wat ongeveer de doorlooptijden zijn. En die ja. zijn vaak anderhalf, twee jaar voordat er. Hè, als er een vergunning wordt verstrekt, doordat het wordt opgeleverd. Ja. Maar dat betekent alleen al dat wat er nu in de pijplijn zit. Hmm. Ja, de komende twee, drie jaar kun je je bijna niet voorstellen dat daar een enorme uh, toename in komt. He, in het echt, dat aantal opleveringen. Dus gewoon als je naar de vergunningen kijkt, dan zie je, ja, dat kan haast. Niet. Ja, een bouwproject duurt jaren, eh, tenminste twee en soms langer. Ja. Eh, en dan hebben we het dus over die harde plannen. Maar die harde ja. plannen zijn ook nog eens een keer de minderheid van de optelsom van harde en zachte plannen. Ja, sterker dus nog. bij die zachte plannen, eh, hoe, 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 bij, bij een gemiddeld zacht bouwplan, hoe groot is de kans dat hij doorgaat? Gemiddeld? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is heel, hangt heel veel af van, eh, uh, komt het er überhaupt? Ja. Ja, want dat is, kijk, je hebt natuurlijk plannen die zitten echt nog in de visievorming, zeg maar. Ja, ja dit is. Dit, dit, weet ah, goed, niet. daarvan zegt de minister: tandje erbij, uh, sneller werken. Ja, ja maar daar zitten allerlei politieke afwegingen natuurlijk lokaal bij. Willen we het wel? En, uh, en dat is ook logisch. Hè? Bedoel, ja. het is ook niet zo dat. Wij, wij bekritiseren niet het feit dat het niet allemaal vanzelf loopt. Ja. Uh, het punt is alleen: je moet heel veel ballen in de lucht hebben. Ja. En je moet je niet rijk rekenen met dat planaanbod. Ja. Het is niet nee. een kwestie van een, een tandje erbij. Nee, je zal gewoon veel meer lokaal. In de lucht moeten brengen. Dus als de bouwplannen zacht zijn, is de kans dat ze niet doorgaan nog veel groter dan bij harde plannen. En de meerderheid van de, van de, van de, van de optelsom van de bouwplannen is zacht. Ja, en dat is enorm toegenomen dus. Hè? Want ja. het, het was ongeveer uh, uh, dat we zaten op de, de, de uh, harde plannen, waren eerst nog ongeveer 66% procent van het totaal aantal plannen. Ja, en, en nu de... is het 34%. He, dus van twee op de drie is het één op de drie is hard geworden. Dus alles ja. wat erbij gekomen is, ja. zijn zachte plannen. En soms inderdaad, moeten we heel eerlijk zeggen, boterzachte plannen. Eh, dan zegt de minister: Ja, maar ik heb nog een andere oplossing. Eh, op korte termijn om toch. Want hij loopt achter met zijn agenda, dat herkent hij ook. Eh, hij zegt: Maar we gaan flexwoningen neerzetten, tijdelijke ja. woningen. Ja. Dat is toch ook een oplossing? 15.000, uh, geloof ik, moeten dat er worden volgend jaar? Ja, we hebben naar gekeken. Er zitten verschillende categorieën ja. in, in die 15.000. Er zijn ook permanente woningen eigenlijk... die uh, met tijdelijke huurcontracten, dus die moet je er eigenlijk uithalen. Ja. Maar uh, de ambitie komt er eigenlijk op neer... dat we van de 2.500 tijdelijke woningen die we op dit moment produceren... naar 12.500 moeten. Ja. En dat is dus een vervijfvoudiging. En dat zou binnen een jaar of twee zijn beslag moeten kunnen krijgen. Ja, nou, is toch een oplossing? Dat is op papier een oplossing. Waarom niet in de praktijk? Nou ja, we hebben daar natuurlijk ook het nodige onderzoek naar gedaan. Er zijn ook met die tijdelijke woningen veel complicaties. Het eerste is: u moet zich realiseren dat veel gemeenten en ook corporaties eisen stellen aan die tijdelijke woningen. Het zijn dus niet allemaal die containerwoningen waar soms aan gedacht wordt. Uh, ze vinden dat die woningen ook gewoon aan de duurzaamheidseisen moeten voldoen. van reguliere woningen. en op verschillende andere terreinen ook kwaliteit moeten hebben. Dus dan worden het bijna permanente woningen? Nou, dan lijkt het dus veel op reguliere woningen. inderdaad qua kwaliteit. Daar ga je dan dichter naartoe. Ja. Nou, dat maakt het natuurlijk lastiger ook. om het snel en uh, goedkoop te realiseren. Mm. Uh, het probleem is natuurlijk bij die tijdelijke woningen ook. dat je maar een exploitatietermijn van 15 jaar hebt. Dus mm. je moet het maar in 15 jaar. Zien terug te verdienen, nou dat maakt het ook lastig. Er zijn dan ook wel weer extra subsidies voor, mm. maar goed. De bouwkosten stijgen ook weer door. Nou, en die flexwoningen moeten ergens staan. Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijk probleem en dat is eigenlijk nog niet erg geadresseerd. En dat wordt in deze studie, denk ik, wel uh, gemaakt. Want we hebben zo'n grote databank van tijdelijke woningen waar komen die dan? Ja, en uh, er zijn echt duizenden woningen in die databank. Dat is heel mooi dat we daar gebruik van hebben kunnen maken. Ja. Ja, en dan zie je dat het levendeel eigenlijk op locaties plaatsvindt. Ja waar je normaal reguliere woningbouw zou plegen. En het is ook logisch als je erover nadenkt. Het is vaak in binnenstedelijk gebied. Het zit op plekken waar je alle voorzieningen naartoe kan brengen. Dus ook het water, de, de energievoorzieningen. Ja, wat is meer zei. Ja. Dus ja, als je die tijdelijke woningen daar niet zou bouwen, zou je daar die reguliere woningen kunnen bouwen. En soms was dat ook al een, een plan om dat te doen. Ja. Maar is er nu tijdelijk. Hè, voor die tijdelijke woningen gekozen. Ja, dus zitten dan die tijdelijke woningen, de permanente woningen, in de weg? Uh, ja, je hebt wat wij noemen verdringing. He, je zegt dus uiteindelijk wat het netto-effect is. Dus die 2,5 naar 12,5. Ja, daar gaan we niet komen. Dat is echt op. Uh, he, dat, ja. dat, dat, dat noemt men, geloof ik, ambitieus in de ambtelijk jargon. Maar uh, daar, dat, dat gaan we niet halen. Die duizend is ons antwoord. Dat niet. Nee, en van die aantallen die we wel halen ja is dus een behoorlijk deel verdringing, dus het effect, het netto-effect op het woningaanbod is heel klein en je mag dat dus niet zomaar optellen bij het reguliere woningaanbod, wat nee. in het beleid wel gebeurt. Ja, dus als de minister zegt, ja, maar ik kom met tijdelijke woningen, daarmee maak ik tempo aan het begin van de rit. Dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, dat mag dan zo zijn. Maar aan het einde van de rit, schiet je jezelf in de voet. Want dan kun je dus die permanente woningen niet op tijd klaar hebben. Ja, dat, dat er is inderdaad verdringing. Je krijgt wel iets aan versnelling. Ja. Dat, dat constateren we ook in de ja. studie op basis van alle informatie die er is. Ja. Maar je zit ook met inderdaad dat ja, je op die locaties geen reguliere woningen kunt bouwen. Maar we hebben te maken met statushouders, we hebben te maken met studenten... we hebben te maken met gescheiden mensen die snel een huis nodig hebben uh, 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 soms. Ja. Die moeten ergens wonen. Ja. Dus voor die mensen is dat dan toch een oplossing? Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Het is ook geen kritiek op het concept van tijdelijke woningen. Ik bedoel, dat kan. Het enige is, wij kijken... wat is het netto-effect op het totale woningenaanbod? Ja, dus ja, dus als je inzet op die tijdelijke woningen... haal je aan het einde van de red nooit 900.000 permanente woningen. Ja, je gaat dus niet die doelstellingen voor die flexwoningen... die ga je niet halen, uh, waarbij het best nuttig kan zijn... voor bepaalde groepen dat je versneld enige woningbouw tot stand brengt. Ja. En nog even, even toch om het even vast te stellen... dit is op basis van onderzoek, dit is niet een mening. Zeker, dat is op basis van wat we gezien hebben... uit die databank van alle tijdelijke woningen. Het zijn er, geloof ik, iets van uh, 20.000 woningen in opgeleverd... over vele jaren. Ja. En uh, dan kijken we ja, op wat voor locaties... Maar, maar, maar zien, die ambtenaren zien, en de minister een... die kunnen toch ook in die databank, of niet? Ja, dat kan. Ja. We, uh... Maar kijken die daar dan niet in? Nou, ik weet niet of ze. Aan... Ik kan niet iets terugvinden dat ze aandacht besteden aan verdringing. Dus je ziet wel die 15.000 woningen tijdelijk die erbij komen. Het speelt trouwens ook op andere uh, terreinen. Ja. He, soms worden woningen transformatie, dat is dus het van kantoor naar woning. Precies. Uh, maar soms worden daar dus ook tijdelijke woningen opgeleverd in zo'n transformatieproces. Ja. ja, en dan kunnen we ze niet en bij transformatie en bij tijdelijke woningen tellen. Ja. Maar je ja, dus de de zou misschien zeggen: een huis is een huis. Nee, want het is een dubbeltelling. Ik kan niet en zeggen er komen 15.000 transformatiewoningen en ja. 15.000 flexwoningen ja. als dat deels. Je kan het niet twee keer tellen, dat zijn dubbeltellingen. Dus ja, ja dat soort elementen... Nou zijn dat niet grote aantallen waar nee. ik het nu over heb... maar er zitten dus een aantal van dat soort problemen... van wat levert dit nou netto op? Ja. He, want u had het er eerst over dat er 900.000 woningen bijkomen. Maar moet moet zich voorstellen... daar zit ook nog vervangende nieuwbouw in die 100.000. En dat zijn dus woningen die gesloopt worden. Dus netto voegen we zo'n 87.000 woningen per jaar toe. Ah. Dus helemaal niet de 100.000 die 100.000, omdat er ook dus vervangende nieuwbouw in zit. Dus dat zijn woningen die gesloopt worden. Dus die getallen kloppen ook al niet. De, nou ja, goed. De, de, het ministerie zegt dat zelf ook hoor. Dus dit is geen uh, geheim verder. Nee. Het staat ook netjes in de, in, in de noodhavenwoord. Dus daar uh, ja. wordt niet omheen gepraat. Maar uh, ja. het is wel zo dat. Maar is niet het beeld in elk geval? Die, 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 yeah, die, 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 die 87.000 toevoegingen, daar gaat het natuurlijk om. Ja. En uiteindelijk zeggen we, uh, maar dat zal toch ook niet. Kunnen lukken in de periode waar we het over hebben? Nou, heb ik u vaker gesproken, ook in dit programma. Uh, en dan uh, hebben we het ook vaak over de doorstroming gehad. Uh, namelijk uh, uh, mensen die op een bepaald moment in hun leven in een huis wonen willen. Uh, en tien jaar later in een ander huis wonen. Uh, en aan het einde van hun leven weer in een ander huis. Uh, want dan is de behoefte van het leven anders geworden. Uh, en wat mij opvalt aan de plan is dat de minister vooral hamert op betaalbare woningen. Uh, en, uh, en dat het eigenlijk. Dat de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Hoe geen rol lijkt te spelen. Klopt dat? Uh, ja, wij noemen het de kwalitatieve woningvraag. Hè. Je hebt de aantallen en je hebt de samenstelling van die, die woningvoorraad. Ja. Uh, wat je inderdaad ziet, is dat er in de, bij de nieuwbouw met name... erg gestuurd wordt op de onderkant... Ja. He, onder, de, de, uh, onder de vlag van betaalbaarheid. En, ja. Uh, ja, uh, starters. Er, er uh, is niemand uh, tegen betaalbare woningen, denk ik. Nee. Uh, maar het punt is wel, omdat je dus heel weinig aan de bovenkant bouwt, ja. is dat je veel minder doorstroming krijgt. En we hebben wel eens eerder ook het punt gemaakt dat als je naar starters kijkt op de koopmarkt, ja. Ja, die starten bijna uh, voor, voor 90% in bestaande woningen. Dus je hebt mensen nodig die al een starterswoning hebben, die moeten doorstromen om die starterswoningen ook vrij te maken. Dus het hele beleid om het zo sterk aan die onderkant te zetten, dat creëert inderdaad de situatie dat die doorstroming dat is toch wel de Achilleshiel van het van het hele woonbeleid op dit moment. Terug naar het bouwen zelf. En dan moet de rechter ook nog geen streep door de rekening zetten in een rechtszaak rondom CO2-opslag, althans het bouwen daarvan in Rotterdam, waardoor de vrijstelling stikstofvrijstelling voor de bouw kan sneuvelen. Dan kan de bouw niks meer. Uh, Zegt de bouw. Ja, ik vind het moeilijk uh, te overzien. Ik ken de kwestie niet, uh, niet voldoende. Wij hebben hem niet bestudeerd, in ieder geval. Ja. Uh, maar stikstof is natuurlijk een van de issues die, uh, die, die duidelijk uh, speelt. Ja. En. Uh, ja, we zullen moeten afwachten wat inderdaad wat ook wat daar juridisch, hè, wat ja, daar van de rechter daarvan zegt. zeggen dat het doen deze maand. Het is een onzekerheid eigenlijk ja. en uh, ik ja. kan het nog niet goed inschatten. Helder. En ook geval wat u wel goed kan inschatten is dat deze bouwagenda van deze minister, als het zo doorgaat, niet leidt tot de gewenste resultaten. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier de nieuws, de BV dames en heren. Stop op één is een programma van Omroep.